De Cryptocast. Herbert Blankenstein. En hartelijk welkom bij de eerste Cryptocast op de radio. Met vandaag: hoeveel gewone mensen gebruiken crypto wereldwijd? Een koersrecord voor Cardano. En de investeerder die een bitcoin van $100,000 mogelijk acht, maar nog steeds niet investeert. En ik zeg de eerste Cryptocast op de radio, maar het is Cryptocast nummer 181. En we zijn begonnen in januari 2018. Na 3,5 jaar Cryptocast, de podcast, is nu dus dit programma op de zender bij BNR. We gaan een klein half uur uitzenden. Daarna gaan we verder als podcast met een discussie over het energiegebruik van bitcoin. En trouwens ook van andere coins. En daarvoor heb ik als gast Alex de Vries. Hartelijk welkom. Dank je wel. Je bent oprichter van de website DigiEconomist, waarin cijfers over energiegebruik van bitcoin en ether vooral met elkaar worden vergeleken. En je bent werkzaam als data scientist bij de Nederlandse Bank. Klopt, ja. En je was eerder bij ons in Cryptocast nummer 27. En dat is op 8 dagen na 3 jaar geleden. Dat is heel precies uitgemikt. De bitcoin stond toen op $6,000. De ether op $300 ongeveer. Dat waren nog eens tijden. Ja, hadden toch toen moeten kopen. Precies. En ik heb een co-host. En dat is een bekende naam in de Cryptocast. Maar als je het voor de eerste keer hoort, dan misschien niet. Bert Slachter. Nou ja, helemaal onbekend toch ook weer niet. Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ja, hartelijk welkom. Goeiedag. Ik wil meteen een disclaimer eraan toevoegen. Wij geven hier geen beleggingsadvies, ook niet als het lijkt dat dat wel zo is. Er kan hier van alles gezegd worden over crypto, maar doe je eigen onderzoek, neem je eigen beslissingen en investeer niet meer dan je kwijt kunt raken. Mooi zo. Laten we overgaan naar het eigenlijke nieuws. Het eerste nieuws dat we hebben is: Coinbase koopt voor $500 miljoen aan cryptocurrencies. Bert, vertel eens even. Ja, nou, dat is wel interessant, want Coinbase die heeft dit jaar zijn beursgang beleefd. Hè. Dat was een groot spektakel. Meer dan 100 miljard of zo was het op een gegeven moment, ja. Ja, en uiteindelijk kwamen ze uit een eindje daaronder op 80 miljard of daarom. Dus dat ging toen vervolgens tanken toen de bitcoin meteen ook zakte. Ja, dus natuurlijk. En hij zit nu weer in de lift, gaat nu weer stijgen. Hè. Ja. Dus de koers van zo'n handelsplatform volgt natuurlijk ook wel. Laten we zeggen, de interesse in handel, ja, in crypto. Hè, dus dat als dat naar beneden gaat, dan gaan de winstverwachtingen van zo'n bedrijf ook omlaag. Ze zijn niet helemaal gekoppeld, maar er is wel overeenkomst. Precies, maar wat toen opvallend was, toen ze naar de beurs gingen, toen moesten ze natuurlijk ontzettend veel onthullen over wat ze allemaal deden en hoeveel winst ze maakten, wat ze op de balans hadden staan, is dat ze eigenlijk zelf heel weinig crypto op de balans hadden. En dat was voor veel mensen best wel een teleurstelling. Ja, en nu heeft CEO Brian Armstrong bekendgemaakt dat ze structureel 10% van de winst in crypto aan gaan houden en ook nog met terugwerkende kracht nu voor $500 miljoen aan crypto kopen. En is dat, denk je, als reactie op de afkeuring van rondom de beursgang? Of hebben ze zelf besloten dat dit wijs is? Dat weet ik niet. Nee. Ik vraag dat omdat ik laatst de directeur sprak van een Nederlands cryptobedrijf. En die zei, ja, wij zetten veel van wat wij verdienen, of dat houden we aan, in euro's en niet in bitcoin. Want aangezien wij een cryptobedrijf zijn, zijn we alleen al om die reden long in bitcoin. Het gaat goed met ons als het goed gaat met bitcoin. Dus uit oogpunt van spreiding gaan we geld steken in euro's. Ja, wat wel interessant is, om dat Coinbase echt voor een heel groot gedeelte van zijn inkomsten afhankelijk is van de transactiekosten. En wat je nu ziet in de crypto-wereld is dat er een race naar de bodem ontstaat. Een race naar de nul. Namelijk zo snel mogelijk gaan bedrijven eigenlijk tegen elkaar opbieden om zo laag mogelijk een transactiekosten te hebben. Waarbij Strike, het bedrijf van Jack Mellers, nu heeft gezegd: wij gaan naar nul transactiekosten, helemaal niets meer. En we dagen daarmee iedereen uit. Dus een interpretatie van dit nieuws is dat Coinbase zich ook een beetje wil gaan indekken tegen teruglopende inkomsten uit de transactiekosten. En zegt van, nou ja, misschien kunnen we dan wat rendement halen uit de crypto, hè, die we dan op de balans hebben staan. Ja. Alex de Vries, hou jij je bezig met dit soort zaken rondom beursgenoteerde cryptobedrijven? Nee, niet echt. Nee. Ik denk dat je in het algemeen wel kunt zeggen dat er zal wel correlatie zitten tussen enerzijds de transacties die gebeuren op dat Bitcoin netwerk en anderzijds de koers van de Bitcoin. Dus op het moment dat, allemaal wat terugloopt. Met interesse in de Bitcoin, de koers zakt wat in, dan lopen misschien ook de transactievolumes een beetje terug. Dus in die zin zou het elkaar wel kunnen versterken. Maar dat is
Ja, dat zijn overwegingen die bedrijven zelf moeten maken, wat ze daarmee doen. Ja, uiteraard, uiteraard. Zijn trouwens nog steeds een toenemend aantal bedrijven, hè, die in feite beleggen in bitcoin, gewoon bitcoin kopen om op de balans te houden. Of ze op een andere manier krijgen, want er zijn intussen ook al voetbalclubs die gesponsord worden door cryptobedrijven. En een deel van hun sponsorgeld in bitcoin krijgen en ook aanhouden. Ja, zo is het. Ja, oké. Volgende nieuws. Dat gaat over het gebruik van cryptocurrency door normale bedrijven. Er is een onderzoek gepubliceerd door Chainalysis, als ik me niet vergis, dat daarover gaat werd. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een interessante rapport wat zij hebben geschreven. Het heet The Geography of Cryptocurrency. Dus hoe is dat nou geografisch over de aarde verdeeld, het gebruik? En zij noemen dat dan het gebruik door gewone mensen, ordinary people. Dat is eigenlijk waar ze naar op zoek waren. En wat ze dus gedaan hebben is, even een stapje terug. Chainalysis is een bedrijf dat de blockchain en de transacties erop analyseert. Ja. Die dat ook doen voor bijvoorbeeld rechercheurs, dus politiediensten die criminaliteit willen opsporen. En ze worden ook gebruikt om, als je crypto koopt, om te kijken of je wallet misschien gebruikt is voor witwas of terrorismefinanciering. Dus dat soort data leveren ze ook. Maar dit is ook een stukje analyse wat ze hebben gedaan. En wat ze hebben gedaan is gekeken naar hoe wordt nou in bepaalde landen bitcoin gebruikt om spullen te kopen in winkels, om elkaar te betalen, dus peer-to-peer, en om waarde in op te slaan, om mee te sparen. En daar hebben ze dus al die transacties bekeken, en daar hebben ze alle institutionele partijen en alle handelsplatforms en dat soort zaken hebben ze eruit gefilterd. Om mensen over te houden. Om gewone mensen over te houden. En daarna hebben ze dat omgerekend naar de lokale koopkracht. En want, laten we zeggen, één bitcoin, dat is voor een Amerikaanse miljonair misschien niet zoveel. Mm-hmm. Maar dat is wellicht net zoveel als een heel dorp bezit in Nigeria. En dus dan moet je natuurlijk wel, als je wil kijken van hoe zit het nou met de adoptie, met het dagelijks gebruik, wat het betekent voor mensen, ja, moet je die omrekening ook maken. Dat hebben ze gedaan. En het heel interessante is dan dat je bovenaan in die lijst landen tegenkomt als Vietnam, India, Pakistan, Oekraïne, ja, Kenia, Nigeria, staan, Venezuela. Ja. Dan krijg je op plek 8 de Verenigde Staten. En er komt geen enkel Europees land in die top 20 voor. En dat komt natuurlijk omdat wij, ja, we hebben hier best wel wat institutioneel gebruik, best wel wat handelspartijen enzovoort. En dat is hier onderdeel van het gebruik. Maar een hele groot stuk van de wereld, hè, er zijn naar schatting zo'n 200 miljoen mensen die bitcoin bezitten of gebruiken. Ja, dat zijn dus gewone mensen. Maar die leven dus niet in Nederland, maar ja, in al die andere landen. Ja. Dus hoe formuleer je dan een conclusie in gewone mensentaal? Dat is dat als het om adoptie door gewone mensen gaat, dat derde wereldlanden ver voor liggen op rijke landen. Ja, nou ja, derde wereldlanden is in deze context misschien niet helemaal het goede woord. Je zou kunnen zeggen opkomende economieën. Hè, want ja, het zijn vaak landen, emerging markets. Ja, ja, waar landen waar mensen eigenlijk nog heel weinig financiële toegang hebben tot financiële. Maar de adoptie van het afgelopen jaar is dus niet alleen maar die grote bedrijven en die grote miljonairs, maar dat bevindt zich dus in percentages nog veel meer op al die kleine, gewone mensen wereldwijd. Ja, jij zegt 800% groei in een jaar. Ik heb een grafiek bekeken die in dat onderzoek stond, en daarin viel mij op dat de groei in het laatste kwartaal nul is geweest. Klopt. Dat vond ik zeer verbazend. Kun je dat uitleggen? Ja, dus dit is eigenlijk een meting per einde kwartaal. Hè. Dus kwartaal 1 was een sterke stijging ten opzichte van kwartaal 4 vorig jaar. Hè. Dus dat is de groei binnen het eerste kwartaal. En blijkbaar is in het tweede kwartaal dat min of meer gelijk gebleven. En dat zou dus kunnen zijn dat er toch allerlei mensen afgeschrikt zijn. Misschien in China. Hè. China zat best wel hoog, nummer 4 in die lijst, en nu een stuk lager. Dus daar is misschien een stuk door het verbod op mining en nou ja, andere acties, ja, toch een stuk afgeschrikt. Verbod op transacties, ja, al dat soort dingen. Ja, dat is gaande in China op dit moment. Ja. Laten we gaan naar de prijzen. Want jij zit hier nu, je bent hier fysiek aanwezig, maar je zult vanaf nu in de CryptoCast op de radio elke week de prijzen bespreken. En nu je hier toch bent, kun je dat meteen ook mooi doen. Om mijn eigen ervaringen van de afgelopen week even samen te vatten. Bitcoin is weer aan een aardige opmars bezig, Ether ook. Maar er zijn er een paar andere die nog veel meer spektakel leveren op dit moment. Cardano en bijvoorbeeld Solana. Ja, dat is opvallend, hè? Ja. Ja, het is de eerste keer, hè, dat we nu op deze manier op de radio naar de markt gaan kijken. We gaan dat nu elke week doen. En het leek me aardig om eens te beginnen, om ietsjes afstand te nemen van die markt en eens te kijken waar zitten we nu eigenlijk. Hè. Daar kunnen we dan volgende weken op voortbouwen ook. En we zitten nu
toch wel, is denk ik het algemene beeld, midden in een bullmarkt voor Bitcoin. En dat is een periode. Was even de vraag of dat zo was, hè? Omdat Bitcoin een beetje naar beneden zakte. Maar klopt, Een bullmarkt is een periode waarin je eigenlijk structureel stijgt, hè? Hogere toppen en hogere bodems. En die begon vorige zomer, 2020. De koers zat al een jaar lang rond de $8,000-$9,000. En sommige mensen maken zelfs grapjes over dat Bitcoin stabieler is dan de dollar, omdat die maar zo, of dan andere, dan goud en zo, omdat het maar zo hetzelfde bleef. En toen ging het stijgen. $12,000 in september, $20,000 in december, $40,000 in januari en dan de $60,000 in maart. En dat hebben we natuurlijk. Ja, en in april nog 65. Ja, precies. Maar even die orde heeft een tijdje gestaan. En dat hebben we allemaal meegekregen. Want iedereen had het er weer over. Het was weer de talk of the town. En vanaf die top op $64,000, bijna 65, wat je zegt, zijn we in kwartaal 2 van dit jaar behoorlijk gaan dalen naar rond $30,000. Dat is meer dan de helft. Dat was toch wel pijnlijk, hè? Ging eraf, ja. Meer dan de helft ging eraf, ja. Minder dan de helft bleef over. Er ging niet meer dan de helft af. Er ging 30% af. En er ging meer dan de helft af. Ja, 55% nota bene. Ja, dus dat is toch wel stevig. Als we nu achteraf kun je natuurlijk heel goed analyseren wat daar nou is gebeurd in die tijd. En dan die analyse die leert ons dat het vooral dat de verkopers vooral partijen waren die pas vrij kort geleden gekocht hadden. En dat is niet zo heel gek, want er zijn natuurlijk heel veel grote institutionele partijen ook ingestapt, die dan bijvoorbeeld 2% van hun portefeuille kochten, zoals Robeco ook adviseerde, 1%, 2,5%. Ja, dat is, als dat keer 6 gaat, die koers, dan is dat ineens 12% van je portefeuille. Ja. En dan moet je daar iets mee. En het waren dus dat soort partijen die ook weer gingen verkopen. En de hele correctie hebben we gezien, de hele periode hebben we gezien dat juist de mensen die er al jaren in zaten, dat die bleven kopen. Dus dat zijn zowel de grote partijen die al jaren in Bitcoin zaten, als de kleintjes. Dus de mensen die gewoon elke maand een klein beetje Bitcoin kopen. Dat bleef gewoon doorgaan. En dat is ook het belangrijkste signaal dat we nu nog daadwerkelijk in een bullmarkt zitten. Namelijk, die adoptie blijft toenemen. Er komen nieuwe investeerders bij. Er komen nieuwe wallets bij op de blockchain. Maar ook er blijven veel nieuwe accounts geopend worden bij de handelsplatforms. Ja, gewone man komt ook weer in het spel. Precies, en dat is het signaal dat je nog niet in een bearmarkt zit. Hè. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in 2018-19 en in 2014-15. Dat eigenlijk ook de instroom van nieuwe investeerders stopte. En dat is nu niet aan de hand. Dus kijk, de meeste analisten verwachten eigenlijk, de koers zit nu rond de $50,000. Dat we in de komende maanden verder gaan stijgen naar rond 60.000. En dat er ook in het najaar nog veel verder omhoog gaan. Omdat die bullmarkt er gewoon nog is. En dat de koers uiteindelijk adoptie volgt. Dat is denk ik de belangrijkste hypothese van het verhaal. Ja, dat is heel spannend. Ik wil het ook nog even hebben, want we moeten, omdat dit radio is, anders dan podcast, op de tijd gaan letten. Cardano. En dan kijk ik ook eventjes naar Alex. Want Cardano is een ander soort munt dan Bitcoin. Hè? Is dat er ook eentje met een hoog energieverbruik? Ik dacht het eigenlijk niet, hè? Nee, het is op dit moment de grootste munt zonder hoog energieverbruik, omdat zij niet op proof of zitten zoals de Bitcoin en Ethereum. En als je geen proof of work draait, dan is het energieverbruik ook per definitie een stuk lager, omdat je geen enkele reden hebt om energieslurpende machines in het netwerk te hebben zitten. Dus je zou kunnen zeggen dat Cardano in vergelijking met bijvoorbeeld een Bitcoin of Ethereum in verhouding 99,95% minder energie nodig heeft. Hè, als ze dezelfde waarde zouden hebben, en Cardano is nog wel een stuk kleiner. Ja, precies. Cardano is. Maar staat intussen wel, dankzij de laatste koersontwikkeling, op de derde plaats. Hè? Want die hebben ze afgesnoept van de Binance Coin. Ja, het was niet alleen Cardano. Het waren eigenlijk alle alternatieve layer ones, noemen we dat. Smart contract platformen naast Ethereum. Die concurreerden met Ethereum. Het was ook Polkadot. Het was ook Binance Smart Chain en Solana. Die echt 20-50% in de afgelopen weken zijn gestegen. En dat is toch wel een interessante ontwikkeling. En wat we zien gebeuren de laatste weken en laatste maanden is dat er steeds meer toepassingen zichtbaar worden van decentrale technologie. Van de unieke digitale bezittingen zoals NFT's en financiële dienstverlening. De non-fungible tokens. Allemaal dat soort dingen. En je ziet dat investeerders zeggen, wat daar precies gaat gebeuren weten we niet. Maar de infrastructuur daaronder, daar willen we wel in zitten. En Ethereum is by far de grootste. Misschien nog wel 100 keer zo groot als die andere als je kijkt naar feitelijk gebruik. Ja, in marktkapitalisatie is het een factor 4 of zo. Klopt, dat is veel kleiner. Maar als je kijkt naar daadwerkelijk gebruik, aantal gebruikers, aantal projecten dat erop zit enzovoort.
wordt, dan is Ethereum veel groter. En toch denken investeerders, laten wij ook eens kijken wat die anderen misschien wel gaan doen. Blijkbaar. En dus het is eigenlijk wat dat betreft wat meer experimenteel in de technische kant en wat meer speculatief aan de investeringskant. Ja, ja. En die de coins die nu zo fel omhoog gaan, dat zijn inderdaad zonder uitzondering Ethereum killers, hè? Om het maar zo te zeggen. Ja, dat denken ze zelf. Dat willen ze zelf. Ja. Maar neem een Cardano, dat is op dit moment gewoon zo'n Chinese spookstad. Er staan een hele hoop huizen, maar er gebeurt helemaal niets. Oké, okay. Gaan we het in de toekomst volgens mij nog wel eens over hebben. Zeker. Ja. Nog eventjes wat human interest. Ik wil het hebben over Peter Schiff. Een bekende investeerder en ondernemer die altijd heeft gezworen bij goud. Hij zat in een podcast, de Coin Stories podcast. En daarin maakte hij bekend dat hij eigenlijk een bitcoin van $100,000 wel tot de mogelijkheden vindt behoren. Laat ik even horen. It certainly could do it. I mean, it's not that big a stretch. I mean, it went to 65,000. So if it can go to 65,000... it could go to a million. It's hard to say. I mean, let's say it's a 50-50 shot. I really don't know, because anything can happen. But I wouldn't want to bet on it because I think there are other assets that I could own that could have a similar appreciation. And I think less risk because if I'm going to admit that Bitcoin might go to 50,000, you got to admit that it might go to 5,000. It might go a lot lower than that. So there's a lot of risk in the price forecast. Ja, en de lachdias van de interviewster in Nathalie. Hoe komt die redenering van Peter Schiff op jou over, Alex? Ja, ik hou me over het algemeen weinig bezig met prijsvoorspellingen. Dat is net zo'n beetje, dat is nog erger dan het weer voorspellen. Dat kunnen we nog wel aardig, maar de Bitcoin prijs voorspellen, dat is de prijsvoorspellingen liggen ook enorm uit elkaar. Nu zegt Peter Schiff zegt dan 100,000. Ik geloof ARK Invest heeft een price target van 500,000. Waar ik mij vooral mee bezig hou is wat gaat zo'n prijs nou betekenen in termen van het energieverbruik, omdat dat onlosmakelijk aan elkaar gelinkt is. Want dan wordt mining aantrekkelijker, hè? Ja. Die miners die krijgen betaald in bitcoin. En op het moment dat de waarde van de bitcoin omhoog gaat, gaan hun inkomsten omhoog. En zullen ze ook meer machines inzetten uiteindelijk om die bitcoins te minen. Dus ja, als zo'n bitcoinprijs naar $100,000 gaat, dan zou dat zomaar kunnen betekenen dat dat netwerk twee keer zoveel energie gaat gebruiken als alle datacentra wereldwijd bij elkaar. Ja, dat kan natuurlijk. Bert, Peter Schiff zegt, als je zegt 100,000 is mogelijk, is 5,000 ook mogelijk? Ben je het daarmee eens? Ja, als je het benadert als welke opties er allemaal zijn en verder helemaal geen enkele inhoudelijke uitspraak erover doet, dan is dat natuurlijk waar. Kijk, er zijn maar een paar prijzen echt onmogelijk, dat is oneindig en dat is nul. Ja, want er zijn zat mensen die zeggen, nou, voor 100ste cent koop ik alle bitcoins op, weet je wel. Dus lager dan dat zal die nooit komen. Hè? Dus het is eigenlijk een soort van hypothetisch verhaal van hem. Mm. En dat is het spelletje wat hij eigenlijk al jaren speelt met de bitcoiners. Want dat is ook een soort... Ja, hij is toch de risé van de bitcoinwereld. Hè? Degene die altijd maar zegt van, ja, het blijft een zeepbel. Ja, maar het is het is ook een soort spelletje wat hij speelt. Het gaat ook heel erg om het merk Peter Schiff. Hè. Hij zit qua gedachtegoed behoorlijk dichtbij de bitcoiners. Alleen hij is dan helemaal 100% op goud. En zijn zoon, Spencer Schiff, die is dan helemaal op bitcoin. En die zoon en vader zitten elkaar op Twitter een beetje uit te dagen en voor rotte vis uit te maken. Dus het is meer entertainment eigenlijk wat hij hier inbrengt dan echt analyse. Exact. Oké, okay, nou die podcast, daar zullen we naar linken. Het duurt anderhalf uur en ik moet zeggen, je luistert met plezier naar hem, hoor. Hij kan goed vertellen. Ja, maar hij kan ook goed uitleggen. Hij kan ook wat dat betreft echt wel zinnige dingen melden. Maar zodra het gaat om bitcoin versus goud, dan ontstaat er altijd een soort... Ajax-Feyenoord discussie. Goed, we gaan het even hebben over het podcastgedeelte waar we zo direct mee verder gaan. De radioluisteraars, een deel daarvan zal afscheid van ons nemen, maar een deel gaat misschien wel mee naar de podcast en een ander deel hoort dit al als podcast, want dat kan natuurlijk ook nog. Alex de Vries, waarom hebben we het eigenlijk over het energieverbruik van Bitcoin? Jij houdt je daar al heel lang mee bezig. Waarom is dat belangrijk? Ja, intussen alweer bijna 5 jaar. Maar goed, ja, dit is ook een groeiend probleem. Eigenlijk naarmate de prijs van de bitcoin steeds hoger wordt, zoals we net al bespraken, neemt ook de energieverbruik van het netwerk toe. Simpelweg omdat uiteindelijk degene achter dat netwerk, de bitcoin miners, die die energie slurpende machines gebruiken, betaald krijgen in bitcoin.
En hoe meer hetgeen wat ze minen waard wordt, ja, hoe meer machines ze gebruiken. Dus we zien dat sinds begin 2017, toen ik hiermee begon, het energieverbruik van dat netwerk vertwintigvoudigd is. Hè. Dus nu gaat het voorbij aan het hele elektriciteitsverbruik van ons eigen landje Nederland. Grofweg 0,5% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. En dat begint er toch een redelijk probleem te worden, met name door de emissies die daar weer aanhangen. Hè. Dan heb je het over meer dan 60 miljoen ton CO2... wat uiteindelijk gerelateerd kan worden aan dit Bitcoin-netwerk. En dat is dan weer meer dan dat we in totaal besparen op alle elektrische voertuigen wereldwijd. Hè. Dus het gaat om een best wel behoorlijk aantal. Ja. Oké, kijk ik ook even naar Bert, want we hebben het hier in de CryptoCast ook wel vaker over gehad. En ik weet dat jij wel anders denkt over dat energieverbruik van Bitcoin. Jij ziet het niet zozeer als problematisch, geloof ik. Nee, dat klopt. Waarbij ik overigens niet ontken dat Bitcoin energie verbruikt. Ik denk dat we wat dat betreft men wereldwijd het er wel over eens is welke orde grootte van de energie er verbruikt wordt. En dus dat staat denk ik niet ter discussie. De vraag is denk ik waar het uiteindelijk om neerkomt. Dat geldt voor alle eigenlijk technologische ontwikkelingen, alle innovaties. Vinden we dat die technologie zoveel waarde toevoegt dat het energieverbruik gerechtvaardigd is. Hè? Ik bedoel, de lift verbruikt meer energie dan een trap, en een wasdroger meer dan een wasrek. Alle wasdrogers wereldwijd gebruiken bij elkaar veel meer energie dan Bitcoin. En toch vinden we dat... Is dat een gecheckt feit? Ja, dat is echt feit. Dat is zelfs nog een dat is een grappig feit. Maar het aardige is dat we daarvan met elkaar hebben tot consensus zijn gekomen dat die wasdrogers echt zoveel waarde toevoegen dat we dat oké vinden, dat energieverbruik. En dan verschuift de discussie naar hoe wekken we dat dan op? En niet alleen de energie voor de wasdrogers of de liften of Bitcoin, maar alle energie. Dus dat is eigenlijk, denk ik, waar voor veel Bitcoiners de discussie naartoe draait van: is het waard? Vinden we het waard? Ja, nou, daar gaan we dus in het vervolg van deze CryptoCast verder over praten met Alex de Vries van DigiEconomist, met Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En dan nemen we dus bij deze afscheid van de radioluisteraars tot zover deze CryptoCast nummer 1 op de radio, nummer 181 als podcast. Heel graag tot de volgende week bij de volgende CryptoCast. Hartelijk welkom bij CryptoCast 181b, want dit is het podcastgedeelte van CryptoCast 181. Het eerste ongeveer half uur is uitgezonden op de radio. En misschien kom je daar vandaan, maar misschien ook wel niet. Dus ik leg even uit dat ik in de BNR-studio zit met co-host Bert Slachter van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ja, hoi. Goeiedag. En met Alex de Vries van de website DigiEconomist, die het energieverbruik van Bitcoin en Ether vergelijkt. Hartelijk welkom, Alex. Goeiedag. Voordat we echt beginnen, heb ik het volgende te melden. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Alex de Vries, jij houdt al bijna 5 jaar, als ik me niet vergis, het energieverbruik van Bitcoin en Ethereum in de gaten. Waarom ben je daar ooit mee begonnen? Nou ja, ik ben ooit begonnen omdat ik ergens een artikel las wat op Motherboard stond. En in dat artikel stond dat een enkele Bitcoin-transactie net zoveel elektriciteitsverbruik had als een gemiddeld Amerikaans huishouden over een periode van 1,5 dag. En ik las dat en ik dacht van oké, dat klinkt heel veel voor een enkele transactie. En ik ging eens zoeken en ik kon er eigenlijk verder niet zo gek veel over vinden. Er waren wel wat onderzoeken gedaan, maar die waren op dat moment al extreem verouderd. Dus ik had zoiets van, ja, oké, dit is best veel. En hè, dit zou best wel eens uit de hand kunnen lopen op het moment dat zo'n Bitcoin massaal aanslaat. Ja. Maar ja, er is nu geen enkele informatie over te vinden. En als gebruiker word je daar ook niet mee geconfronteerd. Want de Bitcoin gebruiker, als jij Bitcoins koopt, verzendt, dan ben je niet per se aan het minen. Dus je bent niet per se geconfronteerd met die energiekosten die erachter zitten. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat transparant maken. En daarom ben ik uiteindelijk gestart met de Bitcoin Energy Consumption Index. En later ook de Ethereum Energy Consumption Index. Ja, we hebben het hier ook 3 jaar geleden over gehad.
En toen vertelde je nog iets meer over het ontstaan van DigiEconomist. Ik vind het leuk om dat nog eventjes op te raken. Daar komt hij aan. Nou ja, goed, ik maak me enorm veel zorgen over het energieverbruik van met name dus die proof-of-work munten. En tegelijkertijd werk ik... Het is ook echt wel een zorg die jij hebt. Ja, en tegelijkertijd ben ik nog steeds actief met de blockchain techniek ook voor mijn bedrijf om partijen erin te adviseren over hoe ze nou best de techniek kunnen gebruiken. Dus ik ben eigenlijk wel fan van de techniek. Je bent fan van de techniek, dat vind ik... we zijn nu dus weer in de... leg ik even uit. We zijn nu dus weer terug in 2021. Ben je nog steeds fan van de techniek? Ja, nou ja, ik ben intussen trouwens wel van bedrijf veranderd, maar dat heeft mijn mening niet veranderd. Je werkt intussen bij de Nederlandse Bank als data scientist. Ja, klopt, ja. Ja. En nou ja, goed, ik vind het nog steeds interessant dat je dus nu peer-to-peer geld kan doen. Hè. Dat is natuurlijk de kracht van cryptovaluta. Die hebben geïntroduceerd dat je geld kan doen zonder dat je daar nog een overheid of een financiële partij bij nodig hebt. Dus dat maakt het op zich een hele interessante toepassing. En ik denk dat is niet veranderd in de jaren. Hè. Dat is nog steeds de kracht van de Bitcoin en andere cryptovaluta. Uh-huh. Daar kan ik niet anders over zeggen dan dat is nog altijd hetzelfde gebleven. Ja, Bert, over het energiegebruik van Bitcoin. We hebben het er in het eerste deel van deze CryptoCast al over gehad op de radio. Jij bent minder dan overtuigd dat het een groot probleem is. Nou, ik zou het eigenlijk willen omdraaien. En het punt is denk ik dat als je peer-to-peer geldsysteem wil, hè, wat Alex net eigenlijk zegt, van wat is nou de... Ik ben het daar overigens mee eens dat de essentie, denk ik, van Bitcoin, de essentie van de uitvinding van Bitcoin, wat is nou de innovatie geweest van Satoshi Nakamoto? Ja. Dat is dat je een digitaal eigendom kunt hebben dat bestaat onafhankelijk van een derde partij. En want normaal gesproken, als ik iets digitaals aan jou zou willen geven, dan heb ik het daarna ook nog. Als ik jou een foto stuur, heb ik gewoon diezelfde foto ook nog. Dat is het probleem van digitaal. Ja. Dat de kopie en het origineel identiek zijn. Anders gezegd, precies, je kunt eindeloos veel kopieën maken en dat wil je met geld natuurlijk niet. Nee, nou, niet alleen met geld, niet, maar met alle digitale eigendommen. Dus als ik iets wil, dat ik iets digitaals heb en het aan jou geef en dat het daarna niet meer van mij is, dan moeten we daar een oplossing voor verzinnen. En normaal gesproken doe je dat, traditioneel al decennia, door een bepaalde centrale partij een administratie te laten beheren, waarin die zegt, nou, nu is het van Bert en nu is het van Herbert, weet je zo. He, en de uitvinding van Bitcoin is dat kan zonder centrale partij. Namelijk dat het collectief consensus vindt over wat is van wie. En de enige manier waarop ons dat op dit moment gelukt is, is door proof of work. En dus de enige manier waarmee het gelukt is om met elkaar consensus te vinden zonder dat er ergens een partij is, een centrale persoon is die daar invloed op kan hebben. Ja. Is dat waar? Want Bitcoin gebruikt proof of work, dat is dus die mining en zo. Terwijl er allerlei andere coins zijn. We hebben ze in het eerste deel van deze podcast al genoemd. Cardano, Solana, Polkadot, noem maar op. Die gebruiken proof of stake of nog weer andere trucjes. Klopt, nou ja, bijvoorbeeld Binance Smart Chain. Hè, die heeft geloof 21 validators, die zijn gewoon van Binance. Dus Binance kan op elk willekeurig moment gewoon zeggen... Nu, dat is een centrale partij. Een centrale partij. Maar eigenlijk alle, ook bij... Maar Ether gaat ook over op proof of stake. En dat is geen centrale partij. En bij Ethereum, dat wordt het allereerste project waar misschien proof of stake zou kunnen gaan werken zonder dat daar te veel centralisatie is. Maar zelfs daar is het maar heel erg de vraag of het gaat werken. Want ook bij Ethereum bijvoorbeeld, de Ethereum Foundation bepaalt in grote mate wat er ontwikkeld wordt. En bij elke upgrade van Ethereum is er een clubje, een klein clubje, die met elkaar beslist, we gaan nu allemaal dit doen in ons consensusalgoritme. Met andere woorden, zij kunnen eigenlijk arbitrair de regels aanpassen. Ja. En het hele unieke aan Bitcoin is dat die regels alleen maar kunnen worden aangepast als het collectief het er in zijn geheel over eens is. Dus er is niemand, geen dictator, geen klein clubje, geen ontwikkelaar, niemand die in zijn eentje de regels kan aanpassen. En als je dat energieverbruik weghaalt, wat je dan overhoudt is gewoon een geldsysteem zoals we er zoveel zouden hebben, namelijk met waar een centrale partij uiteindelijk de baas is. Oké, dat wil ik even aan Alex voorleggen, want Bert zegt dus eigenlijk, je hebt of proof of work, daarmee mining en energieverbruik, of je hebt toch een vorm van centralisatie. Ben je het daarmee eens?
Ja, misschien moeten we nog even een stapje terug doen en eens even praten over van, ja, wat is nou eigenlijk dat proof of work? Ik weet niet of alle luisteraars er al bekend mee zijn. Maar uiteindelijk gaat dit over de manier waarop draait nou zo'n netwerk. Op wat voor manier komt zo'n Bitcoin-blockchain nou tot overeenstemming wat de gedeelde historie is. En in Bitcoin wordt daar dus proof of work voor gebruikt. En ja, dat is in principe, theorie kan iedereen aan dat netwerk deelnemen om nieuwe blokken te maken voor die Bitcoin-blockchain. Daar is ook een beloning beschikbaar voor. Hè. Dat is waarom dat er nooit meer dan 21 miljoen bitcoins zullen zijn. Je kan gaan minen, je koopt apparatuur en je installeert software en je kunt aan de slag. Ja, precies. Ja. En dan kan je die 21 miljoen bitcoins die zullen worden gecreëerd door de loop van de tijd. We zitten nu al over de 18 miljoen. Die worden langzaam uitgegeven aan miners als beloning voor hun deelname aan het creëren van die nieuwe blokken voor die blockchain. Alleen het is zo dat Satoshi Nakamoto, die had ook bedacht van ja, weet je wat, ik ga dat niet helemaal makkelijk maken. Sterker nog, ik wil dat er gemiddeld genomen 1 keer per 10 minuten een blok gecreëerd wordt. En ik maak het gewoon heel moeilijk voor die miners om een blok te maken. Dus wat die miners moeten moeilijker doen, naarmate er meer mensen aan het minen zijn. Ja, ja, hoe meer rekenkracht er in dat netwerk zit, hoe moeilijker het protocol het uiteindelijk ook maakt om die blokken te creëren. En wat er dus precies gebeurt, die miners die spelen eigenlijk een soort van spelletje, raad het winnende getalletje. En op het moment dat ze een winnende getalletje kunnen raden, dan mogen ze ook het volgende blok voor de blockchain maken en krijgen ze de beloning die daar aan hangt. Dus eigenlijk, alle machines in het netwerk zijn gewoon constant aan het draaien om getalletjes te genereren, hopende dat er het winnende getalletje tussen zit. En dan kunnen ze die beloning pikken. Wat overigens per blok uitkomt op dit moment op 6,25 bitcoins... maal de koers van $50.000. Dus dat is best een leuke beloning die je daar dan over kunt houden. Ja. Maar de vraag was dus centralisatie of proof of work? Ja, nou ja, de centralisatie gaat hier ook een rol spelen, ook in proof of work, omdat je uiteindelijk ziet dat een belangrijk component van de kosten van die miners is, nou ja, sowieso moeten ze de hardware aanschaffen, omdat minen met een laptop tegenwoordig al niet meer te doen is. Je moet je vestigen in speciale plekken waar de energiekosten heel laag zijn, want als je in Nederland met je laptopje gaat zitten minen, ja, dat is gewoon niet winstgevend. Dus je ziet dat mensen loodsen volladen met machines en dat vervolgens allemaal bij elkaar zetten in landen, tot voor zeer kort geleden China, waar meer dan de helft van het netwerk te vinden was. En dan zie je toch dat juist dat mensen op zoek gaan naar goedkope energie en dat ze allemaal dezelfde goedkope energie zoeken, toch weer leidt tot een bepaalde mate van centralisatie in het netwerk. Namelijk dat er heel veel miners allemaal op dezelfde plek terechtkomen. Dus dat ze zelfs een derde van het netwerk in een enkele provincie in het noorden van China. Dus centralisatie is iets wat ook in Bitcoin niet vreemd is. Sterker nog, zo'n producent als Bitmain, die verantwoordelijk is voor een paar jaar geleden 80% van de Bitcoin mining machines in de markt. Dat is ook een vorm van centralisatie. Die hadden notabene ook nog een backdoor ingebouwd in hun machines. Die stond die is ontdekt, dus dat hebben ze op een gegeven moment gepatcht. Maar dat zijn toch risico's. Als de hele markt die machines gebruikt en er zit een backdoor in waardoor iemand de controle kan overnemen, is dat toch een risico weer. Nou Bert, ik hoor, het is of de ene vorm van centralisatie of de andere. Ja, heel even nog korte toevoeging aan hoe Alex net uitlegde hoe dat mining werkt. Ik denk, uitstekende uitleg. Ik denk, één ding wat essentieel is dat als een miner die het blok mag maken en die het juiste getalletje raadt, als die daar vals speelt door iets te doen wat eigenlijk niet mag, wat niet volgens de regels is, dan zullen alle andere miners zijn blok negeren. En dus dit mechanisme, wat Alex net uitlegde, zorgt ervoor dat miners strikt de regels afdwingen. En dat is de reden waarom een collectief van miners die elkaar niet kent, die misschien zelfs elkaars vijand is, ze concurreren namelijk om hetzelfde geld, dat ze toch met elkaar tot overeenstemming komen over hoe het zit. Dus dat is eigenlijk de clue van proof of work. En dan is inderdaad de vraag, als je een geldsysteem wilt wat onafhankelijk en neutraal is, waar iedereen mee werkt, zowel Amerika als Rusland als China, die elkaar natuurlijk geopolitiek niet vertrouwen, dat vijanden en vrienden met elkaar kunnen samenwerken, dan mag er nergens een punt zitten waar centralisatie is. Dus een van de belangrijkste vraagstukken voor Bitcoin in de komende 10 jaar is, wordt het voldoende gedecentraliseerd op alle vlakken? Dus de punten die Alex net aandraagt, zijn de laatste paar punten, denk ik, waar je daadwerkelijk nog wel iets van centralisatie ziet. De miner zelf is echt wel decentraal. De allergrootste miner ter wereld is, ik geloof, 1% of zo van de rekenkracht. Dat is het punt niet. Maar bijvoorbeeld mining pools, daar zijn er maar een stuk of 5 of 6... waar al die miners weer
hun rekenkracht aan leveren. Ja. Ja, daar zit wel nu op dit moment nog een bepaald risico in. He, en dat wordt aan gewerkt. He. Er zijn alle technologische manieren waarop je dat kunt oplossen. He, Stratum V2, als je het leuk vindt, Google maar. He, en ook de geografische verspreiding van miners. Dat was zeker een zorg. Zeker toen, nou, ik geloof meer dan de helft he, zat er in China, ja, op een gegeven moment. Ja, dat is wel een probleem. En zeker met de Chinese manier van hoe ze de staat aansturen. Dus ja, het is wat dat betreft goed nieuws dat dat nu uitwaaiert over de wereld. Maar dan nog, ja, allerlei vormen, dus Bitmain is de producent van hardware. Er zijn dus ook allerlei miners die zeggen, ja, we moeten nu ook alternatieven voor Bitmain hebben, want het is een te groot risico dat één partij alles levert. En dat zijn dus, denk ik, terechte concerns. Als je als wereld een neutraal onafhankelijk geld wil. En als je zegt, dat hoeven we niet als wereld, ja, dan kun je net zo goed inderdaad een gesloten munt van een IBM Hyperledger of een Cardano of whatever, dan pak je gewoon een systeem en dan maakt het ook niet uit dat er ergens een centrale partij zit die zegt, ik kan censureren, ik kan het terugdraaien, ik kan jou tegenhouden, jij wel, jij niet. Dat is dan ook niet erg. Maar als je inderdaad als wereld zegt, wij willen graag een neutrale onafhankelijke munt in de wereld, dat vinden we waardevol, net als dat de internet willen, een onafhankelijk neutraal platform waar informatie overheen stroomt, ja, dan zul je dus die centralisatie moeten uitroeien. Ja. Ja, Alex, ik wil jou even een vraag stellen. Want je vertelde, je vindt die techniek mooi, hè? Ja. Het viel mij 3 jaar geleden op dat je op jouw site eigenlijk best wel positief was over Bitcoin. En ik heb het idee dat dat veranderd is. Er staat nu een kop als Bitcoin mining is more polluting than gold mining. Er staat ook, did you know Bitcoin runs on an energy intensive network? Een beetje of je een schandaal ontwikkelt. Ja, dat stond er 3 jaar geleden ook al. Of stond er 3 jaar geleden ook al? Ja, dat weet ik zeker. Dat is goed dat jij dat dan zeker weet. Maar ben jij negatiever geworden over Bitcoin met het toenemen van het energieverbruik? Nou ja, ik ben vooral negatief dus over het energieverbruik. En ja, ik ben zelf nog wel in staat om dat van elkaar te scheiden, omdat ik zoiets heb van, ja, je hoeft dit soort munten niet per se op een energieverslindend algoritme te draaien. Coal is fueling Bitcoin, staat er ook nog. Ja, nou ja, dat was het geval in China. En dat zal op korte termijn niet heel erg veranderen. Misschien gaat het nu over naar aardgas, hè, omdat je nu een groot gedeelte van dat netwerk ziet migreren naar Alberta, Canada, waar ze met name aardgas gebruiken. Maar dat neemt niet weg dat het netwerk op fossiele brandstoffen draait. En het punt is, we zitten met een klimaatcrisis. Notabene pas geleden een nieuw IPCC-rapport waarin staat, ja, iedere ton CO2 die telt. En dan zitten we met een netwerk wat nu in termen van CO2 onze volledige besparing die we bereiken met het inzetten van elektrische voertuigen teniet doet. Net zoveel energie verbruikt als alle datacentra wereldwijd, waar ook traditionele banken tussen zitten. Hè, dus ook de dataserver van traditionele instellingen. En wat nog steeds groeiende is, hè, dat is niet eens, hè, als je het in termen hebt van hoe verhoudt dit nu tot alle emissies wereldwijd, ja, dan zit zo'n Bitcoin samen met Ethereum op dit moment misschien op 0,3% van wereldwijde emissies. Ja, als je daarmee stopt, dan ga je niet klimaatverandering op dit moment stoppen. Maar het punt is ook dat het groeit nog, hè, met de huidige prijs zou je het binnenkort al kunnen hebben over 0,5% van wereldwijde emissies. En dan hebben we het nog niet over wat is nou de potentiële groei. We zitten nu op $50.000 per bitcoin. ARK Invest voorspelt $500.000 per bitcoin. Dus dan zou het nog eens kunnen vertienvoudigen. Hè? Dat is even heel grofweg geëxtrapoleerd. Met de halvings, hè? Ja, dat is nog wel een punt natuurlijk. Ja. Iedere 4 jaar gaat de block reward, zoals we zeggen, die gaat doormidden. En wordt het weer minder aantrekkelijk om te minen. Dus dat voor een deel compenseert. Ja, inderdaad. Hè. Dus je kan niet zomaar ieder moment heel makkelijk lineair extrapoleren. Dat is een beetje afhankelijk van je tijdspad. Dus als je 4 jaar verder kijkt, ja, oké, dan moet je minimaal met 1 halving rekening houden. Als je 8 jaar verder kijkt, dan moet je er met 2 rekening houden. Dus dat reduceert wel de potentiële impact. Tegelijkertijd zie je dat Ethereum met name het laatste jaar de misschien nog wel de grotere stijger is. Hè, in relatieve zin zeker. Die zijn qua verhouding veel dichter in de buurt gekomen van Bitcoin. En helemaal als je kijkt naar de beloning die de Ethereum miners krijgen, die gaat al voorbij aan wat de Bitcoin miners krijgen. Ja, nou zei Bert aan het eind van het eerste deel van deze podcast, van deze CryptoCast, iets interessants.
Nederland wasdrogers gebruiken meer energie met z'n allen over de hele wereld dan Bitcoin. Dat is een gegeven. En je kunt denk ik wel meer toepassingen bedenken. Autorijden bijvoorbeeld, daar ken ik het cijfer niet van. Maar ik denk dat het nog wel meer energie opslokt dan wasdrogers. Ja. Is Bitcoin dan niet het verkeerde doel? Nou ja, het verkeerde doel. Kijk, uiteindelijk moeten we alles wat energie slurpt op een of andere manier aanpakken. En of dat nu wasdrogers is of een energie... Er was op Twitter trouwens ook een vraag of jij een wasdroger gebruikt. Of een wasdroger. Ja, als het kan niet, maar dat is denk ik voor de meeste mensen. Maar dit is... uiteindelijk gaat het er niet om van... wat is nou het grootste? Moeten we het een doen of moeten we het andere aanpakken? Nee, alles wat energie verbruikt moeten we uiteindelijk aanpakken. Want we moeten ons totale energieverbruik terugdringen. En wat we nu doen met Bitcoin is eigenlijk dat we... we creëren een... of althans, wat er gezegd wordt dat gedaan wordt... is dat er een nieuw financieel stelsel gecreëerd wordt. Los van het traditionele systeem en wat het traditionele... systeem misschien kan vervangen. Maar goed, dan moeten we ook kijken van ja, maar wat zijn dan de extra kosten die dat met zich mee gaat brengen? Want je ziet nu al dat die Bitcoin, zoals ik eerder al zei, net zoveel energie kan verbruiken als alle datacentra wereldwijd, inclusief wat er nu voor het betalingsverkeer wordt ingezet. Dus dat betekent dat uiteindelijk in verhouding dat decentrale geld toch meer kosten met zich meebrengt, met name energiekosten, dan het huidige systeem. Ja. Bert, de energiekosten van Bitcoin als factor om rekening mee te houden. Als je al of niet kiest voor een decentraal financieel systeem. Ja, dat lijkt me een heel belangrijke om op tafel te leggen. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar objectieve data te hebben over hoeveel energie verbruikt het. En ook realistische vooruitzichten te schetsen. Hè. Dus ik denk, je zou bijvoorbeeld. Misschien moeten we het rekensommetje gewoon even doen. Hè. Stel dat de koers naar. Jij zegt 10 keer zo hoog gaat, naar 500.000 of naar 1 miljoen. Nou, dat zijn zeg maar wel de hoogste koersdoelen. En dat wordt vaak inderdaad over een periode van een jaar of 7, 8, 9, weet je, naar het eind van het decennium geplaatst. Ja, dan gaat dus de koers keer 10. Je hebt 2 halvings, dus dat is dan weer gedeeld door 4, dus keer 2,5. Dus ja, laten we eens zeggen, het energieverbruik is nu volgens Cambridge ongeveer 100 terawattuur per jaar. Laat zeggen dat het naar 300 terawattuur gaat tegen die tijd. Dat zou kunnen. En dus daar moeten we met elkaar rekening mee houden, dat het daadwerkelijk nog gaat stijgen. En dan wordt de vraag, inderdaad, vinden we dat het waard? Of niet. Ja, en dat is. Kijk, zal iedereen anders opvatten. We produceren per jaar op deze aarde 170.000 terawattuur aan energie. Want het gaat natuurlijk niet om elektriciteit, maar om energie. Hè? Want dat kun je in elkaar omzetten. En daarvan doet Bitcoin nu 100 terawattuur. En dat gaat misschien wel naar. Laten we eens gek doen, 500. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het gaat stijgen. En dan is de vraag, vinden we dat het waard? En dat moeten we inderdaad. Van alles moeten we ons dat afvragen. Ja, van wasdrogers, van autorijden. Nou ja, alle apparaten die op stand-by staan wereldwijd gebruiken nu 12 keer zoveel energie als Bitcoin. Als je ergens wil beginnen, doe het. Kijk, het punt is, dat zijn allemaal van die... Maar Alex zegt terecht, je moet al die alles dingen doen. Ja, want het is natuurlijk, ik kan niet zeggen, dit gebruikt ook energie, dus is het oké dat energie gebruikt. Zo werkt het. Dat is het whataboutism, hè? Ja, dat is natuurlijk een hele foute manier van redeneren. Dus je moet eigenlijk per ding waar je energie aan besteedt, moeten wij met elkaar als maatschappij, als wereldbevolking bedenken, ja, kunnen we dit slimmer? Ja, of gewoon zorgen dat alle energie groen wordt opgewekt. Dan ben je van het hele gezeur af. Als je dat allemaal hebt gedaan, is dat de vraag, hoe wekken we het op? Ja. Zou dat trouwens jouw bezwaren wegnemen, Alex? Als gewoon alle energie uit duurzame bronnen kwam. Is het probleem dan van tafel? Nee, niet helemaal. Want je ziet dat de impact bestaat altijd uit een soort van driestapsraket. Op het moment dat de Bitcoin-prijs omhoog gaat, gaat in eerste plaats ook de vraag naar machines omhoog. En Bitcoin mining machines. Dat heeft directe impact op de wereldwijde chipproductie. Ja. Daar zitten we momenteel met een tekort. Het is extreem moeilijk om te kwantificeren wat daar de gevolgen van zijn trouwens. Maar
Dat zal in bepaalde mate invloed hebben. Want iedere chip die je in een Bitcoin miner stopt, die kan je niet ergens anders voor gebruiken, heel simpel gezegd. Dan op het moment dat die machines geproduceerd zijn, ja, oké, dan gaan ze ergens draaien, dan gaan ze energie verbruiken. En dat kan groene energie zijn, of dat kan op fossiele brandstoffen gebaseerd zijn. En daarna, op het moment dat ze klaar zijn, wat over het algemeen best snel gaat. Want je ziet dat de machines die ontwikkelen zich best snel. Hè? Die Bitcoin miners, daarvan zie je dat ze Koomi's Law volgen. En Koomi's Law zegt dat grofweg iedere anderhalf jaar neemt het aantal berekeningen per eenheid energie, dat verdubbelt zelfs. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon iedere anderhalf jaar grofweg een nieuwe generatie machines hebt. Waarna de oude generatie niet echt meer competitief is in de markt. En dus nergens anders voor te gebruiken. Ja, en dus ook niet ergens anders voor te gebruiken. Het is zeer gespecialiseerde apparatuur en dus ook meteen naar de schroothoop kan. Wat weer een op zichzelf staand issue is, hè, omdat je uiteindelijk net zoveel elektronisch afval overhoudt als heel Nederland aan klein IT-afval produceert. Dus dat is nog eens een keer een bijkomend issue waar je natuurlijk nooit waar groene energie op zichzelf nooit een volledige oplossing voor kan zijn. Ja, Bert. Ja, goeie ademhaling. Ja, die hardwareproductie is natuurlijk al een heel complex verhaal. Hè? Want je kunt als de prijs in een paar maanden keer 10 gaat, hè, zoals eigenlijk vorig jaar gebeurde, of keer 6, als je het tussen oktober en maart rekent, dan kan de hoeveelheid hardware die wereldwijd ingezet wordt, kan niet zomaar keer 6. En want die productiecapaciteit is er domweg niet. Dus wat je dan ziet, is dat de levertijden gaan oplopen tot een jaar. Hè, en dan daalt die prijs weer en dan worden die bestellingen weer afgezegd. Dus je kunt zowel de energieverbruik als de geproduceerde of ingezette hardware groeit niet 1 op 1 in 1 keer mee met die koers. Nee, dus zie je een enorme vertraging achteraan komen. Ja, ja. Dus dat is denk ik wel belangrijk ook om te realiseren. Die anderhalf jaar waar je het over hebt. Kijk, er worden nu ook nog S9's ingezet. Volgens mij zijn die ook al een jaar of 4 oud of zo. Ik weet het niet precies. Omdat die zijn nu gewoon nog rendabel. Hè? Omdat de hele nieuwe apparatuur er gewoon nog niet is. Overigens las ik wel een tijdje terug dat men verwacht dat de levensduur van ook Bitcoin miners naar de 3 en uiteindelijk naar de 5 jaar gaat, omdat die toename van efficiëntere chips steeds langzamer gaat. Heb jij daarover? Nou ja, dat zie ik nog niet op de korte termijn stagneren. Hè. Wat wel stagneert is de productie van die machines. En dat is wel echt een... Dat is op zich een goed ding in termen van energieverbruik. Want dat houdt een beetje tegen dat het energieverbruik snel oploopt. Overigens, daar zit wel een heel groot verschil tussen mijn energieindex en de Cambridge energieindex. Omdat Cambridge heeft er eigenlijk geen limiter op zitten. Hè. Op het moment dat de Bitcoin-prijs oploopt, zul je bij Cambridge zien dat het energieverbruik volgens Cambridge ook enorm oplopen. Ze gaan begin van het jaar dat zij eigenlijk enorm snel aan de 140 terawattuur per jaar zaten. Juist omdat zij geen rekening houden met productiecapaciteit. En in mijn energie niks doet dat wel. Maar als je te maken hebt met een wereldwijd chiptekort, is dat nog steeds een lastige. Maar ja, op zich, vanuit het energieverbruik geredeneerd, is ja, zo'n chiptekort nog niet eens zo heel gek. Omdat de productie loopt altijd achter de feiten aan. De prijs gaat als eerst omhoog. Dan komt de vraag naar machines. Productie heeft nou eenmaal tijd nodig. En hoe harder de prijs stijgt, hoe meer vraag naar machines. Maar er is maar een beperkte capaciteit. Dus je kan gewoon niet zo snel omhoog gaan als dat de Bitcoin-prijs omhoog gaat. En dat is op zich een goed gegeven. Dat is voor mij ook een heel interessant gegeven, omdat ik op basis daarvan juist in staat ben om te voorspellen wat er gaat gebeuren met het energieverbruik. He, normaal gesproken, als er geen enkele restrictie was, dan zou je al meteen vandaag de dag zien dat op het moment dat de Bitcoin-prijs 100% stijgt vandaag, dan gaat morgen het energieverbruik 100% omhoog. Dat is niet de realiteit. Maar je kan dus wel de verwachting vormen van als vandaag de Bitcoin-prijs 100% stijgt, dan over een bepaalde termijn, afhankelijk van hoe sterk de stijging is, zal ook de energie van het netwerk, of het energieverbruik van het netwerk met een dergelijke factor stijgen. Je noemt verschillen tussen de Cambridge Index, dat is een soort gelijke berekening, maar dan van de Universiteit van Cambridge, en de jouw. Er zijn verschillen tussen. En daar wou ik het toch nog over hebben, dus dat komt goed uit. Op dit moment is de schatting van het wereldenergieverbruik van Bitcoin op jouw site, DigiEconomist, is ongeveer het dubbele. Ik geloof 155 terawatt. Ja. En op Cambridge is het 88.
Zoiets. Jij noemt een factor, dat is dat Cambridge minder rekening houdt met dat soort vertragingseffecten. Maar dat werkt volgens mij de andere kant op. Ja, dat was met name relevant aan het begin van het jaar. Dus op het moment dat de Bitcoin bull market echt van de grond kwam. Ja. Toen ging Cambridge extra hard omhoog en mijn energieindex eigenlijk niet. Ja. Tot halverwege het eerste half jaar. Op dit moment zat die Cambridge dus lager. Dus ja. Wat zijn er nog meer voor verschillen? Nou, het zit hem vooral in de methodiek. Hè. Kijk, ik ga uit van hele basale economische principes. In de zin van op het moment dat het winstgevend is, zullen miners meer machines toevoegen aan dat netwerk om te minen. Hè. Dus ja, en daar zit nog, dat is gekalibreerd op de productiecapaciteit van Bitmain een paar jaar geleden. Niet rekening houdend met de huidige capaciteit. We zitten nu met een chiptekort, dus het is even ietsje anders. Maar goed, bij Cambridge werkt het nog even iets heel anders. Want zij pakken een gemiddelde efficiëntie over een hele range van mogelijk winstgevende machines. En het grappige is dus, op het moment dat in hun model, stel dat de Bitcoin-prijs vandaag met 100% stijgt, en in hun model wordt de N-miner S9 bijvoorbeeld weer winstgevend, dan dat is best wel een inefficiënte machine relatief, dan wordt dat in hun model opeens weer meegenomen en dan trekt hij dat gemiddelde keihard omhoog. Dus vandaar dat als de prijs hard kan oplopen, gaat ook in dat Cambridge-model vaak het energieverbruik hard omhoog. En nu recent, wat gebeurd is dat China heeft al die miners eruit gegooid. En dan gaat ook de rekenkracht in dat netwerk omlaag. Dus je ziet dat dan passen ze die efficiëntie passen ze toe op de rekenkracht van het netwerk. En als die halveert, dan zal ook hun energieschatting halveren. En in mijn eigen index kijk ik juist meer naar wat zijn nou de inkomsten van die miners. En ja, er valt voor allebei wat te zeggen. Ik denk dat het over het algemeen goed is om de verschillende indices naast elkaar te leggen. Ik vind het juist fantastisch dat Cambridge Index bestaat. Want ik denk dat als je ze naast elkaar legt, dat je in ieder geval zeggen op het moment dat ze overeenkomen met elkaar, dan is dat waarschijnlijk een goede schatting voor het energieverbruik van het netwerk. Op het moment dat het afwijkt, het een op de andere kant op, dan moet je eens over nadenken van ja, wat is nu op dit moment het meest redelijk? En dat is heel moeilijk te zeggen, omdat je Cambridge houdt bijvoorbeeld geen rekening met, ze pakken altijd de optimale performance van een machine in de standaard settings, terwijl je op zich sowieso moet je rekening houden met een kleine verhoging van 5%, omdat die machines niet altijd in de optimale stand opereren. Maar je zou ze bijvoorbeeld ook in de boost-modus kunnen zetten, je zou ze kunnen overklokken, ja, dat zijn allemaal dingen, de modellen houden daar gewoon simpelweg geen rekening mee op dit moment. Dus ik zeg altijd, op het moment dat ze met elkaar overeenkomen, is fantastisch, is het waarschijnlijk een goede schatting voor het energieverbruik van het netwerk. Op het moment dat ze afwijken, moeilijk verhaal, valt er voor allebei wel wat te zeggen. Ik denk dat het in ieder geval om die reden al fantastisch is dat ze allebei bestaan. Omdat je dan in ieder geval kunt zeggen van er is nu iets aan de hand. En wat zou nu een redelijke schatting zijn voor het energieverbruik van het netwerk? Bert, toen jij net een getal moest ophoesten, toen koos je dat van Cambridge. Vind je die beter of zo? Of hoe zit dat bij jou? Ja, nou dat is over het algemeen degene die ik volg. Kijk, de beide schattingen liggen op, als je ze zeg maar zou middelen over een wat langere periode van maanden of kwartalen, liggen ze behoorlijk dicht bij elkaar. Dus wat dat betreft, ik denk dat het een terechte constatering is, dat de ordegrootte die is wel gelijk. Ja, want ik constateer net een factor 2 verschil. Ja, dat is eigenlijk misschien niet eens zo heel veel. Niet eens dat je wel in de goede range zit. Precies wat je zegt, hè, dus na. Toen in China die miners weggingen, toen zag je dat het verschil wel opliep de ene kant op. En aan het begin van het jaar, zegt Alex net, liep het verschil de andere kant op omhoog. Ja. Dus als je dat zou middelen, dan denk ik dat de gemiddelde verbruik over kwartaal 1, over kwartaal 2 nog best wel bij elkaar in de buurt zou liggen. Weet je wel? Dus ik denk dat er over de ordegrootte van het energieverbruik eigenlijk weinig discussie is. Dus daar is iedereen het wel min of meer met elkaar over eens. Ook bijvoorbeeld die Mining Council in Amerika, die hier over rapporteert. 32% van de rekenkracht is daarbij aangesloten. Ja, die komt op soortgelijke ordegroottes. Weet je wel? Dus ik denk dat we daar eigenlijk een streep onder kunnen zetten. Daar zijn we het over eens. En dan is vervolgens de vraag, hoe presenteer je dat dan? Uh-huh.
En ik denk dat wat de onderzoekers van Cambridge willen doen, en dat zeggen ze ook, en daar geven ze ook blijk van, is de data op tafel leggen. Ze zeggen, wij zijn onafhankelijke, objectieve onderzoekers, en wij willen heel graag de wereld de data aanreiken zoals die is. En dan is het verder aan de wereld om daar een oordeel over te vellen. Om daar een conclusie uit te trekken, om daar een debat over te voeren. Anders dan wat Alex doet, hoor ik je eigenlijk al bijna zeggen. En dat is campagne voeren. Nou ja, dat is toch om het energieverbruik aan de kaak te stellen. Ja, dat is toch wel een verschil. Kijk, Alex die komt er ook voor uit. Zegt, ik maak me zorgen over het klimaat. Zo ben je terug, Alex. En ik vind dat we op elke plek het energieverbruik omlaag moeten brengen. En dan merk je ook in de manier hoe het gepresenteerd wordt op de website. Dat zijn eigenlijk toch een beetje, zeg maar, oneerlijke manieren om het te presenteren. Zo vind ik het. De data of het kwalijke ervan proberen uit te vergroten. Eigenlijk een soort van activistisch schreeuwen van het is fout dit. Terwijl de jongens van Cambridge veel meer zeggen, joh, dit is het. En wat we daarvan vinden, dat is niet aan ons. Dus daarom verwijs ik mensen veel liever door naar Cambridge. En om dat eventjes concreet te maken, je had net over van wat vind je van Bitcoin. Nou, ik zat even jouw Twitter-feed te bekijken. Alleen in de afgelopen week zag je dit over Bitcoin zeggen. Het is nutteloos, het is traag en duur, het is vervuilend, het is verspillend, het is onmogelijk, het is onschaalbaar. Je draagt bij aan het vernietigen van het milieu. Je zult geld verliezen, het is een milieuramp, het is een humanitaire ramp. Lightning is een nep-oplossing, het is een greater fool's game. En het is alleen voor gokkers. In een week tijd. Kijk, dat is natuurlijk wel de context waarin die data dan gepresenteerd wordt. Dan denk je, hoe onafhankelijk en objectief ben je dan data aan het presenteren? Je bent te veel een activist, hoor ik zeggen. Nou ja, de data presenteren is natuurlijk één ding. Hè. Als jij onderzoek doet, dan ben je altijd gehouden aan een bepaalde standaard. Tenminste, niet voor mijn blog, maar ik publiceer dat ook op basis van verschillende artikelen die weer in gerenommeerde vakbladen terechtkomen. Als opiniestukken, als commentaarstukken. Die worden gewoon gepeer-reviewd en voldoen aan alle standaarden waar andere artikelen ook aan voldoen. Maar goed, het punt is dus, en een van de dingen waar ik denk dat je moeite mee hebt, is wellicht de presentatie van het energieverbruik van per Bitcoin-transactie. Want dat is altijd een heet hangijzer. Je kan het hebben over de totale omvang van het systeem en je kan het hebben over de relatieve omvang. Nou, ik denk dat je het wel moet hebben over de relatieve omvang, simpelweg. Omdat er een hoop energie gebruikt wordt in dat netwerk en tegelijkertijd de capaciteit van het Bitcoin-systeem zeer beperkt is. Hè. De Bitcoin puur aan zich kan maximaal 7 transacties per seconde verwerken. En je ziet dat op het moment dat die capaciteit benut wordt, dan lopen de transactiekosten ook enorm op, tot boven de $60 per transactie gemiddeld. Ja, met dat soort situaties wordt het heel moeilijk, met name in ontwikkelingslanden waar we het eerder nog een keer over gehad hebben, om die kosten nog te betalen. Hè. Als je het over land hebt als El Salvador, waar misschien een gemiddeld jaarsalaris op $2500 ligt. Ja, Dan moet ik eventjes ingrijpen, want op Twitter waren er ook een aantal mensen toen wij opriepen om vragen te stellen aan Bert en aan jou. Die zeiden van, we hebben tegenwoordig toch het Lightning Network, dat wordt in El Salvador ook gebruikt. Verlaagt transactiekosten aanzienlijk, vergroot schaalbaarheid enzovoort. Ja. Dat weet je toch dat bestaat? Ja, klopt. Ja, nee, dus dan gaat het met name over wat is nu echt de relatieve efficiëntie van de Bitcoin. En nogmaals, ik denk dat het heel waardevol is om die verhouding, want uiteindelijk heb je te maken met een wereldwijd financieel stelsel wat op dit moment meer dan 700 miljard elektronische transacties per jaar doet. En dan staat daar tegenover een Bitcoin, een decentrale munt, die er misschien 100 miljoen per jaar doet. Misschien met het Lightning Network nog een paar extra. Maar daarvan zie je al van, ja, veel fout volgens mij, maar dat is... Goed, zelfs als de factor 10 is, dan heb je nog altijd over slechts 0,2% van het wereldwijde transactievolume, elektronisch transactievolume, nog niet eens cash meegenomen. Maar tegelijkertijd zie je wel dat voor die 0,2% of eigenlijk 0,02% als je alleen kijkt naar het bitcoinvolume, heb je meer energie nodig dan voor de overige 99%. Ja. Hoe geef je dat nu op een optimale wijze weer? Ik kan het er nog wel mee eens zijn dat het heel moeilijk is om dat op een goede manier te presenteren. Alleen ik denk wel dat je dat
op een bepaalde manier wil je dat toch in verhouding tot elkaar zetten. Ja, Bert, je zult hierop willen reageren. Ja, ik wil graag een stukje voorlezen even vanaf de website van Cambridge. Want die zegt hier namelijk zelf wat over. Zeggen de wijdverbreide misvatting dat bitcoins energieverbruik stijgt met een groeiend aantal transacties heeft zijn oorsprong in de populaire energie per transactie metriek. Het is een puur theoretische maatstaf met weinig praktische relevantie zonder extra context. En dus gebruiken zij het niet en vinden ze ook dat je het niet moet gebruiken. En ik denk dat ze daar gewoon gelijk in hebben. Nou, daar zit waarschijnlijk achter dat marginaal, als je een extra transactie doet, dan stijgt niet het energieverbruik van het netwerk. Kijk, Bitcoin is een gelaagd geldsysteem. Zoals elk geldsysteem gelaagd is en overigens zoals elk softwaresysteem gelaagd is. En we hebben nu over de basislaag, hè, dus de blockchain. Maar de lagen daarbovenop, die zijn integraal onderdeel van het geldsysteem. Dat kan zijn non-custodial, hè, dus met andere woorden dat je niet op centrale partijen hoeft te vertrouwen, zoals het Lightning-netwerk. Een Lightning-netwerk is decentraal van aard, net als het internet. Dus er zit geen centraal punt in die een bottleneck gaat vormen voor transacties. Dus het Lightning-netwerk zou, zonder dat het veel energie verbruikt, miljoenen transacties per seconde aankunnen. Als het maar op een gegeven moment een bepaalde schaalgrootte krijgt. Je hebt ook custodial tweede lagen. Het Visa-netwerk bijvoorbeeld, met zijn 70.000 transacties per seconde, doet ook Bitcoin-transacties. En PayPal en Square en banken gaan het straks doen. En dat is allemaal onderdeel van het Bitcoin-geldsysteem. En want Visa kan alleen maar die transactie doen omdat een Bitcoin op de blockchain uiteindelijk zijn schaarste heeft. Dus je moet eigenlijk het hele Bitcoin-systeem als geheel zien. En dan ben ik het ermee eens. Als je nu kijkt hoeveel transacties daar worden gedaan, dan is dat te weinig om dit energieverbruik te legitimeren. Ja. Ik denk dat Lightning is best nog wel klein. Dat is behoorlijk jong. Ja. Het is pas in 2017 met de SegWit upgrade is het überhaupt technisch mogelijk geworden om dit te doen. Dus we zijn er pas een paar jaar aan het bouwen. En het gaat straks natuurlijk in alle landen waar men weinig geld heeft, wordt Lightning gebruikt. Primair, omdat de blockchain is gewoon te duur. Dus waarschijnlijk zal uiteindelijk het grootste gedeelte van de mensen die Bitcoin gebruikt over zoveel jaar niet anders weten dan dat ze Lightning gebruiken. Maar het is het waarschijnlijk niet eens. Het staat nu in de kinderschoenen. Hè? Ja. Dus het is, ik ben het eens met de taxatie dat op dit moment de energieverbruik per transactie te hoog is en ook niet gelegitimeerd. Alleen Bitcoin heeft de potentie om 10, 100, 1000, miljoen keer zoveel transacties te doen zonder dat het energieverbruik meegroeit. En als je dat negeert, ja, dat is gewoon, hè, dan doe je de situatie onrecht aan. En dat is wat Cambridge ook daarover zegt. Ja. Ja, Alex, wou je hier nog op reageren? Jawel, ja. Eerst de plaats even dat Cambridge wel behoorlijk uit de bocht vloog met die ene zin. Dat gemiddelde geen enkele toegevoegde waarde heeft of niks zegt. Want als we het over CO2 voetafdrukken hebben, passen we eigenlijk overal gemiddelde toe. Dat is voor bijna alles waar we een CO2 voetafdruk voor bepalen, gebruiken we een gemiddelde. Als je kijkt naar wat is de gemiddelde intensiteit van de elektriciteit die je thuis gebruikt. Ja, maar het gemiddelde per transactie, dat zei ik net ook, dat is misleidend, omdat dat veronderstelt, of dat wekt de indruk dat een extra transactie ook een dergelijk extra bedrag toevoegt. Dat is bij Bitcoin niet het geval. Nee, want dan moet je het over marginale kosten hebben. Ja. Gemiddelde kosten zijn geen marginale kosten. En misschien bestaat dat misverstand bij mensen wel. En ik moet ook zeggen dat als je dat door elkaar haalt, dan ben je dom. Misschien nog even een cursus economie nodig. Maar het is zeker niet. Ik ben het er natuurlijk mee eens dat het niet zo is dat meer transacties ook automatisch meer energieverbruik betekent. Er is wel een indirecte link in de zin van, kijk, op het moment dat die bitcoin onbeperkt schaalbaar is, dan kan de adoptie onbeperkt toenemen. En dan zou in principe de hele wereld op de bitcoin kunnen zitten. Dan kan het ons hele financiële stelsel vervangen. En dan zal ook logischerwijs de waarde van de bitcoin toenemen. En dan is het, dan kan niemand je vertellen wat de waarde van de bitcoin op dat moment zal zijn. Ik heb zelfs wel eens een gedachte-experiment gedaan in een ruimte vol met bitcoins en gevraagd van, ja, als de hele wereld op bitcoin zit, wat denk je dan dat de waarde is van de bitcoin? Nou, dan hoor je alles van enkele miljoenen tot nog veel gekkere getallen. Mm. Ja, dat dat zal op zijn beurt weer een impact hebben op het milieu door een toename van het energieverbruik op dat prijspunt, afhankelijk van waar in de tijd we dat punt behalen. Alleen,
Het is dus niet, er zit geen lineair verband tussen het toename van het aantal transacties en het energieverbruik. Maar het is wel zo dat er zit uiteindelijk wel een relatie tussen adoptie, prijsniveau van de bitcoin en het energieverbruik van het netwerk. Alleen die is, dat is gecorreleerd aan elkaar, maar het is heel moeilijk om precies te voorspellen wat er dan gebeurt. Ja. Dus ja, ik denk wel dat het gaat wel toenemen als iedereen onbeperkt op dat Bitcoin-netwerk kan. Alleen het is heel moeilijk te zeggen waar we dan eindigen. Helder. Ja, er is over dat eindpunt, daar is best wel wat over onderzoek naar over geschreven. Hè. De consensus is een beetje dat als Bitcoin inderdaad wereldwijde adoptie zou hebben, dan zou je het hebben over een asset van $200 biljoen, zo'n beetje, die orde grootte. En dus over een prijs van ongeveer $10 miljoen per Bitcoin. Ja. Dat is natuurlijk echt fenomenaal. Maar dat is wel op het punt dat de bloksubsidie eigenlijk geen rol meer speelt. Want dan heb je het over 2040 zo'n beetje. En dat is een beetje het punt. Dan worden er nog zo weinig bitcoins in omloop gebracht. En ik geloof minder dan 0,2 of zo per blok. Niet meer significant. Dat is niet meer significant. Dus dat betekent dat op dat moment moeten alle inkomsten uit de transactiekosten komen. Want de block reward, de blokbeloning, die wordt gevormd door de subsidie en de transactiekosten. En dan is de vraag, wat wordt op dat moment de balans tussen hoeveel betalen we voor die blockspace, hè, dus voor de beveiliging van het netwerk. En is er genoeg adoptie op dat moment? En dat is ook een beetje het punt in de toekomst. Laten we zeggen, in 2040 is of Bitcoin weg omdat het mislukt is, omdat er gewoon te weinig adoptie is. Of er is zoveel adoptie dat we met elkaar die transactiekosten kunnen ophoesten om het netwerk te beveiligen. Dat zijn eigenlijk de enige twee realistische eindpunten waar overigens Satoshi al over geschreven heeft in 2010. Dat is wel grappig. En dan heb je dus niet meer over die bitcoins die in omloop worden gebracht. Want eigenlijk alles is in omloop. Maar puur over die transactiekosten. Dat is eigenlijk een nieuw evenwichtsvraagstuk. Dus zeg maar het punt van wereldwijde adoptie en energie, dan zouden we eigenlijk daarover moeten gaan filosoferen. En dat, ja, dat is nog wel weer een heel ander soort vraagstuk eigenlijk dan het in omloop brengen. Ja, ja, ja. Alec, ik wil nog één ding aan je voorleggen. Dat is een beetje de olifant in de huiskamer. Moet toch eventjes op tafel gelegd worden. Bert las net een aantal redelijk campagneachtige tweets voor. Je zei dat je toen je met DigiEconomist begon, dat je de techniek allemaal erg leuk vond en zo. Dogecoin ben je ook nog mee bezig geweest, hè? Ja. Toen werkte je voor PwC, PricewaterhouseCoopers. Ja. Intussen werk je voor de Nederlandse Bank. Speelt dat een rol in hoe jij tegenover... Want de Nederlandse Bank is ook negatief over Bitcoin. Hij is altijd heel waarschuwend. Onlangs hebben ze nog gewaarschuwd voor het gebruik maken van Binance bijvoorbeeld. Heeft dat invloed op jouw werk? Nou ja, kijk, de eerste plaats over de Nederlandse banken kan ik momenteel niet zoveel over zeggen, omdat ik hier niet zit als vertegenwoordiger van de Nederlandse bank. Maar de toezichttaken van de Nederlandse bank zien toe op zorgen dat de financiële sector netjes volgens de regels speelt. Dus ja, ik zou niet zeggen dat ze anti-crypto's of anti-financieel stelsel zijn. Los daarvan vertel ik al 5 jaar hetzelfde verhaal. In mijn allereerste paper staat al 2018, ver voordat ik bij de Nederlandse Bank werkte, dat dit systeem zou het beste over kunnen gaan naar een proof-of-stake alternatief of in een ander alternatief voor dat proof-of-work wat gewoon veel minder energie nodig heeft. Dus ja, in dat opzicht ben ik volgens mij al vrij lang heel consistent. En ik denk nog steeds overigens dat dat de beste oplossing is voor dit energieverhaal. Bitcoin naar proof of stake. Ja, mocht er nog een beter algoritme voorbij komen, dan vind ik dat ook prima. Maar proof of stake is op dit moment het meest populaire alternatief en Ethereum is ook van plan om daar naartoe te bewegen. En als dat gebeurt, is de kans vrij groot dat je mij niet meer hoort over de Bitcoin. Ja, wat voor oplossing zie jij, Bert? Dat is een goede vraag. De oplossing suggereert dat er een probleem is. Oh ja. En dat vind jij niet? Nee, kijk, wat ik graag zou willen is dat we objectief en onafhankelijk en neutraal op de tafel leggen wat is nou het energieverbruik. En dat is wat Cambridge doet. En de cijfers van Alex zijn dat ook. En dat we daarna in ieder geval vanuit de onderzoekshoek wegblijven van oordelen daarover. En dat we dan vervolgens als maatschappij, als wereld, met elkaar uit gaan vinden in de komende jaren of we Bitcoin voldoende vinden toevoegen aan de wereld om die energie eraan te besteden. En als het antwoord erop is nee, we vinden dat Bitcoin
Niets toevoegt aan de wereld, laten we zeggen, niets toevoegt, ja, dan is elke joule die eraan besteedt gewoon er eentje te veel. En ja, dan zullen we ermee moeten stoppen. En dan kun je op allerlei manieren kun je dat stoppen afdwingen of maar net zoals afmoedigen. Met wasdrogers en met vliegvakanties en noem nog een aantal ruimtevaart. Ja, is ook een leuk. Nou ja, zullen de meningen daarover verschillen? Dus op die manier kom je er niet uit. Nou, dat weet ik niet. Er zijn wel meer dingen, denk ik, in het leven geweest waar we tot de conclusie zijn gekomen van nou, dit moeten we wel of dit moeten we niet doen. Dus dat is, ik denk dat het uiteindelijk een gesprek is. Kijk, ik denk zelf persoonlijk dat het wel waard is. Hè? Dus ja. Evident. Alleen het zou denk ik goed zijn als we die data daarover zo neutraal mogelijk presenteren. Dus het niet vergoeilijken. Het niet doen alsof het allemaal maar niks is. Maar het ook niet veel dramatischer maken dan het is. Dus zoals het presenteren per transactie. Ja, dat vind ik gewoon echt een potsierlijke manier. Maar ook het vergelijken met landen bijvoorbeeld. Je vergelijkt elektriciteitsverbruik van Nederland met het energieverbruik van Bitcoin. Ja, dan zou je ook gewoon het energieverbruik van Nederland met het energieverbruik van Bitcoin moeten vergelijken. Maar ja, het energieverbruik van Nederland is 8 keer zo hoog als het elektriciteitsverbruik. Dus ja, dan kiezen we. Het is toch een valse vergelijking. Überhaupt een land is toch gewoon een raar ding. De landen verschillen zo ontzettend in grootte. Door te zeggen het verbruikt net zoveel energie als Tsjechië. Denk je, tjonge, een land. We verbruiken net zoveel energie als een land. Maar ja, China verbruikt 7500 terawattuur. En Tsjechië 60. Het verschil tussen landen is zo immens groot dat een land is gewoon geen goede eenheid om iets in uit te drukken. En dus laten we wegblijven bij vergelijkingen die iets suggereren wat niet meer objectief is, wat niet meer neutraal is, beide kanten op. En dan kun je met elkaar een goed gesprek erover voeren. Alex. Ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen hoe bijvoorbeeld politici die uiteindelijk de regels opstellen hierover denken. Omdat wat ik merk is dat er toch vooral gekeken wordt naar hoeveel hebben we de afgelopen 10 jaar of meer geïnvesteerd in elektrische voertuigen. Hoeveel miljarden zijn daar allemaal ingegaan. En hoe kan het dat nu teniet gedaan wordt door een klein digitaal muntje. Ja, maar dat is dus ook niet zo. Het wordt niet teniet gedaan door een klein muntje. Het wordt niet gedaan doordat we met z'n allen veel meer energie gaan verbruiken voor allerlei redenen. Nee, maar goed, ik geef even aan hoe die hier op Europees niveau door verschillende partijen momenteel naar gekeken wordt. En er wel degelijk nagedacht wordt om bijvoorbeeld beperkingen op te leggen aan aan bijvoorbeeld aanbieders van cryptodienstverleners om bijvoorbeeld in proof of work munten te zitten. Daar wordt gewoon over nagedacht. En vanuit dat opzicht is het dus wel een reële risico voor bijvoorbeeld een bitcoin dat op een gegeven moment overheden er klaar mee zijn en iets bedenken wat misschien een te sterke reactie is, maar wat wel heel nadelig is voor mensen die van de bitcoin gebruik willen maken. En dus ook voor de waarde van de bitcoin. Dus in China hebben ze nu de bitcoin min of meer eruit gegooid samen met alle andere cryptovaluta. In Europa. Overigens waarschijnlijk om een andere reden, hè? Want China wil gewoon die concurrerende valuta niet. China heeft natuurlijk, ze hadden wel voor de miners specifiek last van het feit dat die miners oude kolenmijnen aan het nieuw leven aan het inblazen waren. Maar dat is nog los van, ze hebben gewoon alle digitale munten over één kam gescheerd en ze wilden helemaal niks meer hebben. Ze ook proof of stake munten, die zijn ook, daar moeten ze ook niks van hebben. Maar in Europa wordt wel specifiek gekeken naar echt dat proof of work gedeelte. En er zou zomaar eens een keer iets over komen van een voorstel wat voorbij heeft zien komen. Om het betaal of het cryptodienstverleners onmogelijk te maken om nog proof of work munten aan te bieden. Nou, dat zal er niet zo snel doorheen komen. Maar naarmate het blijft groeien, zullen ze dat misschien nog eens heroverwegen. Ja, maar en dat is ook inderdaad waar jij op uit bent, als ik goed begrijp. Mijn ideale oplossing. Ik zou eigenlijk daar. Ik ben er niet zo fan van. Ik heb zoiets van het zou veel beter zijn als je niet allerlei beperkingen hoeft op te leggen. Maar als de gemeenschap gewoon zelf, net als. Bitcoin kan gewoon hetzelfde doen als Ethereum. En overschakelen van proof of work naar proof of stake. En dan hebben we het er ook niet meer over. Ja. Maar dan draag jij daar toch zelf aan bij. Je zegt politici die denken daarover in termen van allerlei onterechte conclusies die ze trekken. Maar volgens mij draag jij daaraan bij door die conclusies voor hun voeten voor het doel te leggen. In plaats van dat je zegt Bitcoin verbruikt
100 terawattuur en op de 170.000 is dat 0,06%. Dat is de data, dat is de feitelijkheid. En jij rekent het om naar een land en naar een transactie. En dan zeggen die politici, jongen, dat is wel heel erg allemaal. Dat doen ze inderdaad, letterlijk. Ja, zeggen ze dat in de Tweede Kamer? Simpelweg, omdat zij namelijk... Zij zijn geen data scientist. Zij hebben niet die digitale of die wiskundeknobben om te zeggen, oké, dat zijn de verhoudingen, dat is hoe de dingen zitten. Dus ze laten zich toch framen door zo'n beeld en denken, die hoeveelheden CO2, die kunnen ze zelf ook, die hoeven ze niet eens van mijn website te halen. Ik dacht jou ook te horen zeggen, Alex, niet zo letterlijk, maar wel zat dat in je woorden, dat je daarop uit bent. Dat politici op die manier reageren op jouw data. Ik hoop eerder op een reactie vanuit de gemeenschap zelf. Hè, dat ze net als dat Ethereum doet, zelf werken aan een ander alternatief algoritme. Binnen Ethereum zag je een hele positieve reactie. Hè. Daar zag je dat op een gegeven moment Vitalik Buterin zei, ik wil niet dat mijn legacy bestaat uit een cryptomunt die zoveel energie verbruikt. Ja, dat is ook een gelegenheidsargument van hem. Want hij roept al sinds 2016 dat ze naar Proof of Stake willen. Dat was al in de whitepaper. En nu kwam het hele ESG-verhaal. Welk verhaal, sorry? Nou ja, het duurzaamheidsverhaal in Amerika. En Elon Musk die er wat over riep. En dat is natuurlijk uitgelezen kans voor de marketeer in Vitalik en Buterin om te zeggen, bij ons is alles beter. Kijk, ik denk dat je er rekening mee moet houden dat als het ooit zou gebeuren dat Bitcoin naar Proof of Stake zou gaan, dat ze eerst de kat uit de boom gaan kijken bij Ethereum. Dus het heeft denk ik geen zin om daar heel hard aan te trekken of op te duwen. Want eerder dan dat gaat het sowieso niet gebeuren. Ja. In Ethereum gaat het zoals altijd binnen de komende half jaar gebeuren. Ja, precies. Kwartaal 5, hè, is het. Toch iets waar we het over eens zijn. Ik verwacht zelf wel dat dat echt in kwartaal 1 volgend jaar gaat gebeuren. Dat is wel, als ik nu een beetje het volg hoe de ontwikkeling nu gaat en testen en op testnet, dan heb ik daar wel goede hoop voor. Inderdaad, we kunnen er grappen over maken, maar ze laten wel concrete stappen zien. Ja, dus laten we zeggen, we kunnen hopen dat het lukt. En dan kunnen we vervolgens zien wat de lessen daarvan zijn voor Bitcoin. Exact. Daar gaan we dus op wachten. Het is een mooie discussie geweest. Met interessante inbreng van beide kanten. Dankjewel, Bert Slachter. Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En Alex de Vries, oprichter en drijver van de website digieconomist.net. Yes. Ja, allebei dus bedankt en zet de volgende CryptoCast alvast in je agenda, want dan hebben we een gesprek met Michael van der Poppen over het handelen in Bitcoin en andere cryptovaluta. Co-host is dan Robert Reinder Nederhoed. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcast. Andere liefhebbers kunnen onze podcast dan beter vinden, zoals je weet. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder wat de hele CryptoCast betreft. Dankjewel en tot volgende week. Dag.